plantentelers Rob en Desiree Olsthoorn zijn enorm trots op hun recent verbouwde bedrijf aan de Baakwoning in Naaldwijk. Op deze locatie, midden in het Westland, worden phalaenopsis en seizoensproducten duurzaam geteeld en op een creatieve manier succesvol in de markt gezet. We willen graag onderscheidend zijn. Onderscheidend in assortiment, in kwaliteit, maar ook in toegevoegde waarde. En als je er vervolgens een merk aan toe kan voegen, dan ben je eigenlijk toch nog veel zichtbaarder in de markt. We liepen een aantal jaar geleden in het tuincentrum Groen in Nederland. En toen ontbrak een beetje sfeer bij onze phalaenopsis hoek. En we dachten, daar moeten we wat aan doen. En we hebben een meubel gebouwd met duurzaam hout. Een beetje een stoere uitstraling, wat ook bij onze productlijn past. We hebben het op een beurs neergezet, op een huisbeurs van onszelf. En uiteindelijk waren er een aantal klanten die zeiden, oh, dat zouden we eigenlijk wel eens willen proberen. We hebben hier 6,5 hectare productie, 4,5 hectare phalaenopsis, little colibries en 2 hectare seizoenproducten. Personeel is uiteraard heel erg belangrijk, zeker met 90 medewerkers. Daarnaast hebben we ook 5 medewerkers opgenomen als vernoot in 2 exploitaties, om op die manier ook maximale betrokkenheid te krijgen. Ieder seizoen weer zijn eigen kleur en zijn eigen product. Daar starten we altijd met Primulae Piconica's, die staan hier nu net opgepot. Cyclamen zijn we nu aan het oogsten. Asters. Ja, zo zie je in ieder seizoen wat anders. Je hebt natuurlijk toch wel een bredere blik. En je kan zien van hoe loopt het in die producten. Het is een soort wel kruisbestuiving misschien wel. Buiten het feit dat we als bedrijf proberen maximaal samen te werken met andere productiebedrijven, ben ik zelf nog actief als voorzitter van de gewascoöperatie Orchidee. Een samenwerking om de hele orchideeënsector vooruit te helpen. Je loopt toch vaak allemaal tegen dezelfde problemen aan. En door daar met elkaar over te praten, samen onderzoek te doen, kom je verder. Daarnaast ben ik ook voorzitter van telersvereniging Addenda. Een hele mooie telersvereniging van Campanula en Hebekwekers. Waarbij we ook een exclusieve samenwerking hebben met Schoneveld in Twello. En op die manier zijn we ook met die telersvereniging bijzonder onderscheidend. Ik loop vaak door mijn bedrijf heen en dan knijp ik me even in mijn arm en dan denk ik, goh, het is echt.